Helemaal van Barneveld. Terug van vakantie. Nou, ja. Dat was even opstarten. Ja, ik kwam natuurlijk binnen vanavond en ja, dan merk je toch wel dat het wat roestig is. Je bent eigenlijk na uitschakeling de laatste 16 tegen Luke Littler, heb ik eigenlijk geen pijl meer aangeraakt. Heel toevallig had ik gistermiddag even een opening van mijn dartbaan in het Zuiderpark. Maar heb ik een lekkie of 7 achtergoten tegen wat studenten. Ja, dan sta je niet echt heel veel onder druk. Dat was eigenlijk het enige, dus ik heb eigenlijk een maand stilgestaan. Ja, ik denk dat ook terecht is, weet je. We reizen ons echt het ongelofelijke jaar. Dus het is ook belangrijk dat je natuurlijk ook gewoon even een keer rust neemt. Alleen ja, de rest om je heen gaat wel gewoon door. Dus die spelen natuurlijk Pro-M in Duitsland, die spelen Bahrein. Ja, dus die zijn natuurlijk wat meer scherp, zou je zeggen. Alleen Rob gaf me natuurlijk wel enorm veel mogelijkheden die ik dankbaar benutte. Ja. En je benut ze, maar jij weet het natuurlijk ook, je hebt Cross had je nog nooit op tv verslagen. Speelde dat nog een beetje mee? Nou, dat is een goeie. Ja, ik heb hem op de vloerpijker gepakt. Mensen zeiden gisteren met de loting, ja, Rob Cross is eigenlijk geen vervelende loting. En dan kijk ik zo'n verslag even aan. Dan zeg ik, ja joh, hij stond in de Grand Slam finale en derde geworden op het WK, dat is een makkie. Nee, maar zo moet je er niet naar kijken. Het is natuurlijk ook wel hoe belangrijk hun een dergelijk evenement vinden. Het is natuurlijk geen wereldranking toernooi, dus hun kijken daar natuurlijk ook op een bepaalde manier naar. Ik wil altijd winnen. En ja, ik denk dat ik ook wel blij mag zijn met de zaal vanavond. Hè? Want ja, het is niet netjes, boe en fluiten, maar het gebeurt overal, jongens. Gelukkig ben ik zelf een van de spelers die dat eigenlijk niet meemaakt. Maar ik heb wel eens 1, 2 of 3 avondjes meegemaakt. Een keer een avondje in Berlijn tegen Max Hopp en een keer een avondje tegen Gary Anderson in Aberdeen. En geloof me, de Schotten houden echt van mij. Maar die avond wilde ik echt terug naar mijn moedertje op de bank. Dus dat kan het echt door merg en been heen gaan. En, ja, hij gooide best wel cruciale dubbels en finishes natuurlijk, ook vanwege dat geblaar vanuit het publiek. Ja, dat is dan toch wel weer knap. Dan sta je te wachten op 16 en dan gooit hij een finish uit en sta je weer te wachten op 40 en dan gooit hij 110 uit. Ja, dat kan dan wel frustrerend zijn, maar ja, dat is ook de kwaliteit van Rob Cross. Je hebt een lekkere vakantie erop, maar jouw begin van het komend jaar ziet er ook best wel lekker uit. Want voor de eerste 2 Eurotours moet het wel goed komen. Ja. Zie je dat ook rookloos tegemoet? Ja, zeker. Kijk, die verandering in de Eurotour. Ik wist natuurlijk dat het in de lucht hing. Ik kon er alleen nog niet over praten. Ja, dat is voor mij, omdat je natuurlijk top 32 Pro Tour staat. Die 16 Order of Merit gaan natuurlijk af. Ja, dan zit je natuurlijk eigenlijk, wij zeggen daarna, gebeiteld. En dan is het aan jou om gewoon die Pro Tours, die eerste paar Pro Tours en die Eurotours eigenlijk gewoon zo goed mogelijk af te sluiten. Want ja, dan blijf je in dat systeem zitten. Ja, dan blijf je uitgenodigd worden. Dan pak je elke keer dat startgeld, wat natuurlijk meetelt voor die wereldranking. Ja, en dan wordt het natuurlijk wat leuker en wat makkelijker om je natuurlijk voor dergelijke majors te plaatsen. Dankjewel, succes. Graag gedaan, dankjewel.